En zo zijn we halverwege de laatste bocht. Als de paarden de laatste bocht uitkomen, leidt Golden Avenue met die lengte voorsprong. Op de tweede plaats komt daar aan de binnenkant Aadpols met Bachelor Kingly. Die gaat proberen naar het tweede spoor te komen. Lukt ook. Open taanval op Golden Avenue. Uitgeschakeld. Drie galop. De drie wordt uitgeschakeld. Gigolo. En zo zijn we dan in de laatste 200 meter. En het is Bachelor Kingly. Aan de buitenzijde Dreamline Promise. En aan de binnenzijde Golden Avenue. Drie paarden op lijn. Een geweldige aankomst. Golden Avenue neemt de leiding over. Na die startfout. Wat een prestatie. Golden Avenue. Close voor de tweede plaats aan de buitenkant. Dreamline Promise. Of aan de binnenzijde daarvan Bachelor Kingly. Laat het over aan de rechter. Stand by. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart en die begint met een galoppade voor Golden Avenue. Golden Avenue die kan de draf niet vinden. En na de start heeft Bachelor Kingly de leiding genomen. Golden Avenue draaft weer, maar ligt nu in middenveld. Bachelor Kingly gaat als eerste de coolboxbocht in. Met een lengtevoorsprong op Gigolo en derde Elma WT. Daar komt in vliegende vaart Donna de Vrie naar voren. Maar die maakt bij het attackeren een galoppade als de deelnemers de bocht doorkomen. En Golden Avenue die komt met een contra-attack. Die maakt verloren terrein goed en die vliegt in één keer door naar de kop. Als de paarden de bocht uitkomen, zien we Golden Avenue doorgaan naar de koppositie, heeft een lengtevoorsprong genomen op Bachelor Kingly. De derde plaats is daarachter dan voor Gigolo. Vierde aan de buitenzijde oprijdend, Candy Boko, die is heel erg gebrand op de koppositie, is daarnaar op jacht. Aan de binnenkant Elma WT dan, Future Boko. En die wordt dan gevolgd door Dreamline Promise en zo gaan we dan de manegebocht in. Daarachter dan nog Blossom Energy in het gezelschap van Donna de Vrie. Paarden gaan de bocht in, een grote achterstand is er opgelopen door de nummer 6, Bando daarvan. Als de paarden intussen in de bocht zijn en in de ganzen pas min of meer, enkele uitzonderingen daar gelaten, komen de paarden de bocht door. Op weg naar de rechterlijn voor de tribune is het Golden Avenue die zich geïnstalleerd heeft aan kop. Golden Avenue heeft een lengtevoorsprong, Bachelor Kingly op de tweede plaats. Daar komt aan de buitenzijde de grote wedmarktconcurrent van Golden Avenue naar voren, te weten Candy Boko met zijn eigenaar rijder Jan Voorn. Daarachter volgt dan op de vierde plaats Gigolo, vijfde aan de buitenzijde is Future Boko. Daarachter dan Elma WT en achter Elma WT is het Dreamline Promise. Die wordt gevolgd door Donna de Vrie. En laatste is nu Blossom Energy. En de paarden gaan voor de laatste maal de coolbox in. De coolbox bocht in. Met Golden Avenue nog altijd de leider. Candy Boko, die ligt in het tweede spoor. En aan de binnenkant ligt erachter, geen meter te veel lopend, Aadpols met zijn nummer 2, Bachelor Kingly. Zo zijn we aan de overzijde van de baan. Daarachter op de vierde plaats dan Gigolo voor Future Boko, Elma WT, Dreamline Promise. Daarachter volgt Donna de Vrie en Blossom Energy. En de paarden zijn halverwege de rechterlijn aan de overzijde van de baan. Uitgeschakeld nummer 4, 4 galop. Donna de Vrie maakt opnieuw een galoppade en wordt uit de koers genomen door het comité. Als de paarden dan de laatste bocht ingaan met Golden Avenue. Een lengtevoorsprong nog op Bachelor Kingly. Maar kijk naar Gigolo. Die komt naar voren. Candy Boko die kan het niet bolwerken op dit ogenblik. Hij wordt links en rechts gepasseerd. Aan de buitenzijde komt daar naar voren Dreamline Promise. En zo zijn we halverwege de laatste bocht. Als de paarden de laatste bocht uitkomen, leidt Golden Avenue met die lengtevoorsprong. Op de tweede plaats komt daar aan de binnenkant Aadpols met Bachelor Kingly. Die gaat proberen naar het tweede spoor te komen. Lukt ook. Open taanval op Golden Avenue. Uitgeschakeld. Drie galop. De drie wordt uitgeschakeld. Gigolo. En zo zijn we dan in de laatste 200 meter. En het is Bachelor Kingly. Aan de buitenzijde Dreamline Promise. En aan de binnenzijde Golden Avenue. Drie paarden op lijn. Een geweldige aankomst. Golden Avenue neemt de leiding over. Na die startfout. Wat een prestatie. Golden Avenue. Close voor de tweede plaats. Aan de buitenkant Dreamline Promise. Of aan de binnenzijde daarvan Bachelor Kingly. Laat het over aan de rechter.